Welkom bij Topneems. Al een kleine 5 jaar spreken wij met gasten over wat wij noemen de impact van de digitalisering op de samenleving. Steken we praten veel te weinig met wetenschappers, vind je? Ja, dat is een manco. Vrouwen en wetenschappers. Ja. Vanaf nu gaan we op de vrouwelijke wetenschappers. Maar een klein beetje beginnen we dat goed te maken vandaag. Arjen, je bent gespecialiseerd in taal- en spraaktechnologie. Ja. Je doet dat zowel in het bedrijfsleven voor een bedrijf dat Telecats heet als voor universiteiten. Ja. Verschillende universiteiten werk je voor. Een van de projecten waar je voor werkt heet Claria. Ja. Daar gaan we over praten. Als we even bij het begin beginnen. Als mensen horen taal- en spraaktechnologie, zullen ze ongetwijfeld wel eens gezien hebben dat er bij een YouTube-filmpje dat je een knop aan kan zetten en dat je automatisch een ondertiteling krijgt. Ja. Is dat het meest bekende voorbeeld wat mensen kunnen kennen? Nee, het meest bekende voorbeeld is denk ik de spellingscheck. Dat is natuurlijk ook taaltechnologie. Geen spraaktechnologie, maar taaltechnologie van ik word geslagen en dan wordt met DT, dan zegt hij dat mag niet, want daar staat ik voor. Dat is de oudste en denk ik de bekendste en meest gebruikte. Spraakherkenning is een goede tweede en de sprekende computer is een goede derde. Je typt een zinnetje in en de computer zegt, vroeger met zo'n Mickey Mouse stem en tegenwoordig bijna niet meer van echt te onderscheiden, spreekt hij het uit. Hè. Neem de TomTom, dat soort dingen, dat is allemaal ook taaltechnologie. Jij bent al lang op dit vlak actief. Waar komt jouw interesse vandaan? Ha, ik heb geofysica gedaan. Dat is gewoon hardcore beta. Een bom in de grond en dan meet je aan de trilling en dan zeg je, daar zit in de grond dat en dat. Ik heb ook Italiaans gedaan en die combinatie bracht mij bij taal- en spraaktechnologie. Ja, logisch. Ja. Je bent in ieder geval veelzijdig man. Die bom is namelijk, dat zijn je stembanden. De geofoons, dat zijn je oren. En de wiskunde is exact hetzelfde. Het is een andere schaal, maar het is één op één is dat te vergelijken. Dus dat was heel makkelijk om die overstap te maken. Ja, serieus? Ja, ja. Nee, dus serieus. Ja. Dat, je hebt die overstap gemaakt. maar met welk doel? Wat wilde je ervan leren? Wat wilde je ermee gaan doen? Mijn grote passie is een natuurlijk foute term onderhand. Maar wat ik ontzettend boeiend vind, is datgene wat er uitgevonden wordt gebruiken in de praktijk. Ik ben niet een echte, ontzettende goede wetenschapper, maar ik ben denk ik wel goed in staat om die slag te, om de vertaalslag te maken van, hé, dit zijn al die slimme collega's van mij die doen dit. Ik werk ook in het bedrijfsleven, daar zie je vragen, dat je denkt, hé, kunnen we dat niet combineren, kunnen we dat eens proberen? Dus om te zorgen dat de kennisvalorisatie heet dat tegenwoordig, datgene wat uitgevonden wordt, wat bedacht wordt, waar mensen aan werken, om dat ook gewoon echt in de maatschappij te gaan gebruiken. Geef dan eens een voorbeeld van iets wat binnen jouw omgeving ontwikkeld is, zeg maar, in de wetenschap, in de universiteit, en wat dan zijn weg vindt naar het bedrijfsleven? Heel veel. Maar geven ze een paar aanspreken? Robots bijvoorbeeld. We zien de verzorgingsmaatschappij, of de verzorgingsmaatschappij staat onder druk. Mensen worden ouder, er zijn minder jongeren om voor de ouderen te gaan zorgen. Je ziet het al in Japan, dat er steeds meer robots komen. Maar wil je robots echt in het intermenselijk verkeer, zeg maar, als partner hier aan tafel erbij hebben? Dan moeten ze kunnen praten. Dan ja, komt het maar meer dan kunnen praten. Ze moeten begrijpen en ze moeten sociaal kunnen zijn. Als jij gewoon chagrijnig bent, dan wil je niet zo'n vrolijke eikel als een robot naast je hebben. Dus hij moet aanvoelen hoe jij bent. Ja, en dan moet hij dus de manier waarop je praat kunnen interpreteren. Exact. En kunnen begrijpen van jij bent chagrijnig. Dat is waar jullie in de wetenschap mee bezig zijn, onder andere. Ja. Social signal processing is dat. Het sociale aspect. Ja. Waarom zie ik dat jij vrolijk bent? En waarom zie ik dat jij vrolijk bent? Ja, dat is waanzinnig complex, hè? Ja. 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 Cultureel afhankelijk, dat maakt het ook lastig. Een Chinees lacht om andere dingen, bekende voorbeelden. Ja. Het varken dood, Chinees gaat lachen en hij denkt van wat een aso. Maar dat is niet zo, maar dat is daar anders. Nou, over het algemeen, ik heb de afgelopen 10 jaar nogal wat van die beurzen afgelopen in Las Vegas en andere grote steden waar ze de laatste snufjes op dat gebied dan gingen demoen. En over het algemeen heerste bij het publiek altijd een beetje cynisme. Zo van, leuke poging, weet je wel, maar het is het allemaal net niet. Precies. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is er de afgelopen jaren gebeurd? Wat zijn de grote ontwikkelingen? Even voor de leek, hè? Ja. Wij weten er natuurlijk in detail heel weinig van. Goed, we gaan niet 20 jaar terug. Maar zeg maar in de laatste 5, 6 jaar is er een enorme boost geweest in deze technologie. En dat komt door de neurale netwerktechnologie. En zo heet het deep learning. Mm-hmm. Een neuraal netwerk suggereert dat hij onze hersens nadoet met neuronen die vuren, et cetera. En dat je patronen kunt herkennen in noisy data. Je ziet iemand lopen, die ken je en je herkent het. Waarom? Geen idee. Dat weet je, maar je zegt, ja, het is iets in die manier van lopen. Beschrijf het eens, dat kun je niet. Nou, dat is wat neurale netwerken zeg maar ook doen. Heel veel voorbeelden geven en de computer leert, wat zijn de parameters, hoe moet ik hem instellen om te zorgen dat je het kopje van het glas kunt onderscheiden.
Nou, die technologie wordt gebruikt voor gezichtsherkenning, beeldherkenning in het algemeen, spraakherkenning, emotieherkenning, etc. En omdat we en heel veel computing power hebben en heel veel data hebben, zorgen we ervoor dat dat nu, dat is echt de grote stappen voorwaarts, zeg maar, de laatste 5 jaar. Het viel ons op, we waren in Austin, op Zuid-Zuidwest, begin deze maand. Het viel ons op dat machine learning, deep learning, artificial intelligence een ongelooflijk groot onderwerp was. Ja. Wat het eigenlijk al die jaren wel geweest is, maar dit jaar was het weer groter dan ooit. En het viel ons eigenlijk op dat er ook echt doorbraken lijken te zijn. Nee, en precies. Weet je wat, door de computercapaciteit, door de hoeveelheid data die beschikbaar is dat ook, ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. We zien dat bijvoorbeeld de spraakherkenning, die is sinds de jaren 90 dat ze begonnen langzaam naar beneden gegaan. Dan heb je een soort standaard test van ruizige getallen, 1, 2, 3, 4 Engels. En die ga je proberen te verbeteren. En dan ga je het de eerste keer proberen met regels, nou dat werkt voor geen meter. Dan ga je het proberen met hidden Markov modellen. Dat werkte goed, maar men bleef steken op zo'n 14% word error rate. Dus 1 op de 7 woorden is toch nog fout. Ja, en dat is precies wat ik bedoelde, van dan blijf je er een beetje denken, nou ja. Okay, ja, meestal doet hij het, maar net niet vaak genoeg, ja. En dan kan er niet op vertrouwen. Nou, en sinds 2009, 2010 zijn die algoritmes verbeterd, is de computing power exponentieel gegroeid en is er enorm veel voorbeelddata gekomen. En dan kun je de neurale netten gebruiken. Het enige wat ze deden, want dat deden ze 20 jaar geleden ook al, hadden ze 3 lagen. Een input, een tussenlaag en een eindlaag. Nu zetten ze tot 64 lagen in. En vooral die, daarom heet het deep learning. Die gelaagdheid zorgt ervoor dat het nu kan wat vroeger niet kan. Dus het is de combinatie snellere computers, betere algoritmes en vooral heel veel data. Ja. En je zei, lange tijd was het zo dat 1 op de 7 woorden nog niet goed was. Hoe ver zijn we nu? De laatste, op dezezelfde test, hè, want je moet altijd zorgen dat je dezelfde data gebruikt, zit je nu op 6%. Dus dat wil zeggen 1 op de 12 gaat fout. Dat is misschien nog wel te hoog, maar mensen zijn ook niet perfect. En waar mensen heel goed in zijn, is het aha-erlevenis. Van je hoort iets, je begrijpt het eigenlijk niet, of je verstaat het niet goed, maar vanwege de context kun je dat invullen. En je kunt kijken naar een woord als verzekeringsmaatschappij. Dat is de officiële manier van spreken. Dat zegt geen mens. En ze zeggen, de verzekeringsmaatschappij. In de context weet je dat het waarschijnlijk wel de verzekeringsmaatschappij zal zijn. Dus je herkent het. En je zegt, dat wordt duidelijk gezegd. Maar als je goed gaat luisteren, wordt het helemaal niet gezegd. Dus mensen horen wat ze verwachten te horen. En meestal klopt dat. En daarom zijn wij er zo goed in. En dat moeten de computer nog leren. Kun je voorbeelden geven hoe jullie deze technologie toepassen bij Telecats bijvoorbeeld? Ja. Kijk, je begint eerst, wie wil je spreken? En dan heb je Piet, Jaap en Marietje. Nou, die 3, dat gaat heel erg goed. Daarna ga je complexere dingen doen. Postcode, huisnummer. De krant wordt niet bezorgd. Waar woont die 1085 AA? En dan zit je ergens hier in Amsterdam. Dan wordt die krant bezorgd. Ja, dat doe je omdat dat toepassingen zijn die gebruikt kunnen worden bij de Telegraaf of bij weet ik wat. Precies. Ja. Alle kranten gebruiken dat en dat is echt zo'n mix van dat was mogelijk, dat doe je goed. En dan moet je ook kijken, in Amsterdam zeggen ze nooit 1015 of zo, ze hadden 1015. Dus je moet rekening houden met hoe men waar praat. Ja. Daarna, 2005, zijn we gegaan naar How May I Help You. En dat is dus de volgende stap in callcenters. Open vraag. Open vraag spraakherkenning, waarbij je er niet van uitgaat dat iemand die belt precies weet wat jij wilt horen. Maar je zegt, hallo, waarmee kan ik je van dienst zijn? Ja, ik wil iets weten over de autoverzekering en bla bla bla. Dan herken je dat ook niet goed, maar de context, het aantal woorden dat je moet herkennen, is redelijk beperkt. Je haalt autoverzekering eruit, je weet wie er belt, want je hebt het nummer herkend of je hebt gevraagd wie bent u. En die combinatie zorgt ervoor dat je dit gesprek naar de juiste afdeling doorstuurt. En dan gaan mensen het afnemen. Ja. Dus je gaat het niet, het is geen hele zelfservice, maar je zorgt ervoor dat de mensen in één slag bij de goede afdeling komen. Wat je tegenwoordig ze noemen een bot gestuurde eerste afvang van klanten. Precies. Waar je vroeger moest zeggen, kies 1 voor dit, kies 2 voor dat. Of vraag nu gewoon een bot aan jou van waar kan ik je mailen. Ja, en het is nog beter, erger. Vroeger belde je de verzekeringsmaatschappij en dan begon je verhaal te vertellen. Zei, momentje, ik verbind u door. En dan ging je naar de afdeling autoverzekering. Kon je nog een keer doen. Ja. Precies, maar dat is over. Ja. Dat is wat we bij Telecats doen. Dat is echt in de telco-wereld. Maar we zien ook wel een telefoon. Wat is nog een telefoon? Ik bedoel, je hebt Skype, je hebt allerlei andere moderne communicatievormen. En mijn baas die heeft lang volgehouden. Die zei, Arjan, zit er een stekker aan? Ik zei, nee, doe het niet. Nou, dat is over. We zien dat ook wel, dat steeds diffuser wordt. Dus we gaan daar ook richting de Large Vocabulary Speech Recognition. Dus echt de grote interviews, opgenomen vergaderingen, bijvoorbeeld dit gesprek, dat gaan we straks ook door de spraakherkenner halen. En dan gaan we gewoon kijken hoe goed hij het doet.
En dan hoe krijg je een soort. Hoe komt dat er dan uit? In het komt eruit met elk woord wat hij herkend heeft, weet hij precies dat het woordje biertje, want ik zeg nu Erwin drinkt een biertje, het biertje, dat is van deze tijd tot deze tijd is het woordje biertje herkend. Ja, en dat is dan vervolgens doorzoekbaar en kun je weer koppelen aan een videobestand, zodat het eigenlijk doorzoekbaar wordt. Ja, ja, dat is de grote, dat is het doel. Het doorzoekbaar maken van die enorme hoeveelheid audiovisueel materiaal. Heb ik toch een beetje een déjà vu gevoel. Want toen ik, dat is inmiddels al meer dan 10 jaar geleden bij de NOS werkte, toen koppelden we al de ondertiteling voor doven en slechthorenden, pagina 888. Ja, koppelden wij al aan de videobestanden. En wat kost dat? Dat kostte niks. Er zat ja, nee, maar het maken van die ondertiteling. Ik bedoel, dit is niet een flauw te zeggen. Er zit natuurlijk een mevrouw of een meneer zit mee te typen. Live. Mensen zijn natuurlijk nog beter dan computers. Ja. Maar computers zijn sneller en zijn veel, veel goedkoper. Ja. En over het algemeen betrouwbaarder. Ja. Nou, in ruizige spraak zijn met dialecten. Ze moeten zijn. Precies, dat precies. Ja, ja. Ja, nee, dat op zich dat klopt. Maar je ziet dat dus ook, dat omroepen een hybride iets hebben. Ze hebben en mensen en ze hebben die technologie. Dat klopt. En die combinatie. Mensen verbeteren. Precies. Maar trouwens, een belangrijke trend die wij in Austin ook zagen. Hè? Dat veel van de systemen die daar bedacht, ontwikkeld en geshowd werden in cases. Heel vaak bedoeld zijn om beslissingen van mensen te ondersteunen of processen waar mens en computer en machine samenwerken, precies, beter te maken. En dat is de grote angst van heel veel mensen. We hebben een groot project gedaan voor de Rijkspolitie of de Korps Landelijke Politiediensten, 8844. Weet je, dat is wel politie, geen spoed. Ja. Ik hield daar 7 jaar geleden een verhaaltje. En het eerste waar die mensen, wat ze vroegen, zeiden, dat houdt in dat wij eruit gaan. Ik zei, nee, dat houdt er niet in. Maar het saaie werk, dat gaat de computer doen. In welke stad wilt u de politie spreken? Amsterdam. En jullie gaan daarna het echte gesprek aan. Dus en dat is wat je overal ziet, het is een hybride systeem. Saaie, makkelijke dingen gaat de computer doen en mensen gaan echt doen waar mensen goed in zijn. Emotie, al dat soort zaken. Hey, dit soort technologieën zijn voor partijen als Google, maar het zal ongetwijfeld ook voor Facebook gaan gelden, nu die zo actief zijn met zeker Facebook. Met video. Ontzettend belangrijk, hè? Want bijvoorbeeld Google zegt, wij willen alle informatie van de wereld ontsluiten. Belangrijk deel van die informatie zit tegenwoordig in video, maar video is eigenlijk nog heel slecht doorzoekbaar voor een gebruiker. Ja. Ja, nou ja, goed, dat is ook, ik bedoel, afgelopen september was er Interspeech, de grote tweejaarlijkse spraaktechnologieconferentie in Duitsland. En het viel me op, van de 1100 onderzoekers die er waren, waren er 150 van Google, Amazon, Facebook, Microsoft en Apple. Die hadden dus gewoon 150 mensen gewoon laten overvliegen. En die hadden allemaal bordjes, we are hiring en dat soort dingen. Daar kon je mee praten, kon je mee spelen. En, en die zijn dan gewoon goed, dat zijn gewoon collega's. Maar die bedrijven zetten dus massaal op die technologieën. En wat ze vooral zeiden, een interessante keynote was dat, van Microsoft, van Cortona. Die zei, kijk, we hebben nu zoveel apps erop zitten. We gaan naar een situatie toe waarin je een soort one rules them all, een soort Uber-ring. 1 applicatie die straks al die andere apps gaat sturen. Waarom heb ik een app nodig of voor het weer en de trein en een vliegtuig en een hotel? Ik kan toch straks gewoon tegen dat ding praten en dan zorgen zij voor die onderlinge communicatie. Nou, dat is dezelfde trend die wij ook in Austin weer natuurlijk zouden. Ja, we hebben hopen. Dat denk ik ook. Dan vaak zeggen de messaging ook als voorbeeld. Wat je in China al ziet met WeChat. Wat eigenlijk een soort laag weer geworden is over het internet heen. Waarbij je, dat is vaak nog wel typend. Ja. Maar als daar natuurlijk de sprake in komt. En ik moet zelf eerlijk zeggen, ik ben altijd vrij cynisch over geweest. Maar dat komt ook door dat ik dan weer jonge mensen er allemaal mee zie spelen. Ik ben de laatste tijd ongelooflijk onder de indruk van Siri geraakt. Goed is die, hè? En ik heb het eigenlijk toen het kwam gelijk weer geparkeerd. Want het werkte niet lekker en je kon nog niet je andere apps ermee bedienen. Precies. Terwijl op dit moment is het gewoon zo dat als ik in de auto zit en ik roep tegen dat ding van zet dat even in mijn agenda. Ja. Of... weet je wel, wat krijgen we regen onderweg? Ja, dat ding snapt dat inmiddels allemaal. Ja. En dat vind ik wel waanzinnig. Ja. Dat is, nou ja, precies. En dat is die integratie die dat mogelijk maakt. En dat, ik ben het helemaal met je eens. Hey, als die partijen zoals Google en Amazon zich hier ook zo op focussen. Een bedrijf als Telekets, waar zijn jullie onderscheidend in? Waar kan je onderscheidend in blijven? We kunnen natuurlijk nooit tegen de kracht van die grote Amerikanen op. Ik denk dat zelfs universiteiten het op een bepaald vlak gaan afleggen tegen die grote internetbedrijven. Grote geld en de ja, maar ze hebben gewoon meer, ze hebben meer data en ze hebben meer computing power. Amazon, dat hoef ik niet uit te leggen. Nee. Wat je ziet bij een bedrijf als Telekets, dat is in staat om het te narrow, terug te brengen naar de essentie.
Ja, als je iets voor een verzekeringsmaatschappij doet, dan wil je daar niet Oeroes, Kan, Ajax, Feyenoord in herkennen of Pampers en limonade. Nee, dat is vrij overzichtelijk. Ja. Dus je wilt zeggen van, hey, dit is de wereld van de verzekeringsmaatschappij, wat voor verzekering, autoverzekering, et cetera. Dan zorgen wij dat de spraakherkenner getuned wordt voor dit doel. Zij zullen generalistisch, generalistisch aanpak kiezen en jullie... Google heeft zijn spraakherkenner gewoon op straat gegooid van, joh, gebruik hem maar. En dan zijn er bedrijven die ervoor gaan zorgen dat die het hier optimaal gaat doen. En dat als daar waar er iets misgaat, dat je de interpretatie, want dat wordt belangrijk, de interpretatie, niet wat is er gezegd, maar wat wordt er bedoeld, dat die goed komt. En daar zit de grote kracht van al die kleinere bedrijven, zeg maar. Waar zit de moeilijkheidsfactor bij spraakherkenning? In datgene wat niet gezegd wordt en in de moeilijke constructie die wij als mensen heel makkelijk kunnen, omdat we goed een beeld hebben waar het over gaat, die context. Ik kan, wij spreken heel slordig, hè, hier, als je dat we spreken heel slordig, nou dan valt het hier nou wel mee. Maar nou zeg je, had een mooi artikeltje, hier kwam ik ergens tegen, ik weet niet of het oud is of niet, maar daar geef je eigenlijk aan hoe het werkt. En dan zeg je, ik heb het formulier van de verzekeringsmaatschappij ingevuld. Ja. En als je eigenlijk dat fonetisch opschrijft, dan staat er, ik heb het formulier van de verzekeringsmaatschappij, en dat is totaal onleesbaar. Precies. Weet je wel, ik moest dat echt 6 keer lezen en denk, wat staat er nou? Ja. Dat is wat je bedoelt, hè? Nee, dat is de eerste stap. Ja. Dat is de herkenning nog. Ja. Dat gaat op een gegeven moment wel goed. Maar nu kijk ik jullie aan en zeg, jongens, doen we er nog eentje en ik pak mijn kopje op. Jullie weten direct wat ik bedoel. Ik wil nog koffie. Ja. Hoe ga je dat aan een computer uitleggen? Ik wil nou geen koffie, dus maar als voorbeeld. Ja, ja, ja. Een biertje hoor. Je belt op een gegeven moment op naar een callcenter en je zegt, god, die stoel van jullie in de advertentie, hebben jullie die ook in het blauw? En daar zit dus zo'n wereld van kennis achter van zo'n medewerker. Als hij enigszins op de hoogte is van de producten van het bedrijf, dan weet hij, oh, er is een reclame geweest, we hebben tuinstoelen laten zien, er waren rode en gele, hebben die ook in het blauw? Om die stoel gaat het. Hoe ga je dat een computer brengen? Dus die context van de wereld, dat wordt de grote uitdaging. Ja, hoe werkt dat nou in het hoofd van een wetenschapper die je noemt het je passie. Ja. Dit is jouw passie. Je mag het woord niet meer gebruiken, maar dit is waar je door ging. Hoe werkt dat nou in jouw hoofd? Lig jij dan op zaterdagavond in je bedje te denken van, hoe lossen we dat nou op? Hoe zou je dat kunnen doen? Ja, niet zaterdagavond in bed liggen. Maar wel in gesprekken met andere onderzoekers van heel verschillende... Kijk, het leuke van de taal- en spraaktechnologie, het heet dan wel technologie. Is dit een interdisciplinair absoluut. Vakgebied? Ja, mijn bazin in Twente heeft Nederlands gestudeerd. We zitten bij informatica, maar die heeft Nederlands gestudeerd. We werken met psychologen samen, met antropologen, sociologen, echte ICT, spraakdeskundigen, logopedisten. Alles komt erbij. Want spraak is natuurlijk een diep menselijk iets. Ja. Het gaat om het begrijpen, het gaat om het produceren, het gaat om het horen, het gaat om enorm veel dingen. Dat kun je niet als een ICT'er kan dat niet. Maar een taaltechnoloog ook niet. En een Neerlandicus ook niet. Dus je hebt al die verschillende mensen nodig om dit te kunnen oplossen. En daar praat je over en je hoort dus wat en je probeert dus wat. Je gaat op internet kijken, je bent zelf aan het nadenken. En je denkt, hey, dat zou eigenlijk wel een aardig iets zijn. En dan ga je eens wat met mensen praten. Denk je dat het mogelijk is? En dan ga je eens wat uitproberen en et cetera. Ja. Is je ook veel trial and error? Ja. Ja. De trial is vaak niet zo moeilijk. Wat heel erg belangrijk is, is het verwachtingsmanagement. Want als mensen dan horen dat spraakherkenning goed werkt, zeggen ze, oh, ik hoef dus niet meer te typen. Ik kan gewoon mijn verslag inspreken op de computer. Het antwoord is ja. Dan zeg ik, ga jij nou eens je verslag inspreken? En we hebben echt die testen gedaan. En dat is bijna geen mens... Precies, ja. Er is bijna geen mens. En we hebben jaren geleden, studenten gingen naar Zuid-Amerika, hadden geld nodig en gingen bij het KPN, was dat, een stage lopen. En ze hebben gekeken van die spraaktechnologie. Die zegt 2 keer zo snel als typen. Klopt dat? Ja en nee. Want als jij weet wat je wilt typen, dan ben je zeg maar 2 minuten bezig om een A4'tje te maken. En met spreken doe je het in 1 minuut. Dat klopt. Als je gaat kijken naar de werkelijkheid, hoe het gaat, dan gaan mensen achter het scherm zitten. Wij zijn gisteren op vakantie. We zijn gisteren teruggekomen van vakantie. En zo doe je dat met typen natuurlijk ook. Je denkt, je formuleert terwijl je aan het schrijven bent, zeg maar, backspace en et cetera. Dat ga je met spraak ook doen. En dan zie je dus dat je van 12 minuten naar 11 minuten teruggaat. Dus het invoeren gaat inderdaad 2 keer zo snel. Maar het hele proces van het bedenken van wat wil ik nou zeggen. En waarom werkt het dus goed bij artsen, notarissen, medici in het algemeen, politie. Die praten geen normaal Nederlands. En notaris zegt niet, god, meneer Van Hesse, kom vanochtend eens even langs. Nee, hedenmorgen verscheen voor mij de heer en mevrouw Van Hesse en et cetera. Dus dat is template speech. Een agent zegt niet, hij reed net iets te hard. Nee, een auto reed met een snelheid gelijk aan dan wel... Ja,
Dat kunnen we goed herkennen. Dus die agent kan dat formuleren, zoals het hoort. En wij kunnen het herkennen. Ja. Maar daar zit de grote uitdaging nog in. Hoe je dat gaat doen. En dan hebben we ook nog regionaal dat we anders Nederlands praten. Als we het even alleen over Nederlands hebben. Ja. Hoe goed is spraakherkenning daarin? Dit is een vraag die ik altijd krijg. Ja, dus daar heb je een goed antwoord op. Daar heb ik een goed antwoord op. Dan wordt er gezegd, kan hij ook het Fries herkennen? Nou, het Fries is natuurlijk een taal. Dus dat is echt een andere taal. Dus dat laten we even buiten beschouwing. Maar we gaan nu naar tukkers. Nou. Op het moment dat mensen met een accent praten, we lopen naar huis, dan is dat in de regel geen probleem. Het moet niet te zwaar worden. Ik verstond dit trouwens niet hoor. Maar we lopen naar huis. Nou, okay. Oh ja, de computer melden. Dus dat is computer. Dat is beter. Wat ze in het oosten doen is natuurlijk de eind e, we lopen, die slikken ze in. En de n spreken ze uit. En wat doen ze in het westen? Dan spreken ze de n niet uit. En daar, de eind schwa spreken ze wel uit. Ja. En wij lopen en in Twente lopen ze. Overdreven gezegd. Ja. Dat gaat goed. Op het moment dat je zegt huis in het Twents is hoes, dan heb je een probleem. Want hoes is hier bij ons een ander woord. Hè? Iets van een kussensloop of wat dan ook. Dus op het moment dat mensen met een accent spreken, is het niet zo erg. Dus op het moment dat jij ze kunt verstaan, gaat het wel. Maar op het moment dat ze echt dialect gaan spreken, dan hebben we een probleem. Ja, maar dan moet je dus de woordenschat weer verrijken. Exact, en dan moet je weer trainen. Ja, want dat vond ik net, zei iets intrigerends over dat trainen. Je zei, dat is een heel belangrijk aspect. Dus computer power maakt dat er sinds 2010 het zo ongelooflijk hard gaat. Ja. Weet je, de 64 lagen, er is veel meer data. En het trainen, hoe werkt dat dan bij de grote jongens? Zoals Google, die is een engine. Maar wat voor, slaan die alles op, bijvoorbeeld wat wij tegen hun spraakherkenner zeggen? Ja. Alles. Ja. Nou ja, ik bedoel, ik werk niet bij Google, nee, maar dus ik kan er niet beloven, maar in principe is het antwoord ja. Ik kan het me voorstellen namelijk, en dat gebruiken ze vervolgens om het natuurlijk. Andere, je begint, ze begonnen met Amerikaans-Engels, dat is natuurlijk altijd de grootste taal, zeg maar, of de meeste geld, de meeste interesse. En Apple hetzelfde, als ik tegen Siri praat, precies. Dat komt ergens... Lees de voorwaarden maar, ze mogen dat gebruiken om hun systemen te verbeteren. Nee, maar dat doen ze ook, en Amazon doet het ook, en Facebook doet het ook, ze doen het allemaal. Ja. Ze hebben die data nodig. Maar je begon met Amerikaans-Engels. Toen op een gegeven moment zijn ze naar Brits-Engels gegaan. Wat een klein beetje anders is. Sommige woorden wel, sommige niet. Nou, dat trainen ze. En dan op een gegeven moment zijn er twee verschillende modellen geworden. Toen zijn ze naar Indisch-Engels gegaan. Australian-Engels, Nieuw-Zeeland-Engels, nou ja, et cetera, et cetera. Ja. Dus je ziet bij dat Engels een olievlek. Allemaal vormen van Engels die veel gebruikt worden. Bij het Portugees zag je het ook. Het standaard Portugees en het Braziliaans. Bij het Frans, het Frans-Frans en het Canadees-Frans. Dus je ziet, en in Nederland hebben we ook twee modellen. Het Vlaams en het Nederlands. Dus... Ja. Door de grootte van die talen zijn zij dus beter in het Engels dan in Nederland. Ja, natuurlijk. Er zit veel meer. Ik bedoel, in Nederland leuk, 20 miljoen mensen die Nederlands spreken. Maar ja, dat is een stad als Cairo. Dus ja, we hebben het over. Mm-hmm. Dus dat is wat je ziet. Ja, ik heb dan ook wel, als ik het echt ga doordenken, dit soort ontwikkelingen. En je gaat realiseren dat elk gesprek binnen afzienbare tijd doorzoekbaar is. Ja. Analyseerbaar. Ja. Allemaal met machines. Dat heeft natuurlijk ook mega impact op de samenleving. En op veiligheidsdiensten en op je privacy. En op, kijk, nu kon je nog veronderstellen, een gesprek, het kan opgenomen worden. Maar het feit dat iemand daar ooit weer het juiste fragment uithaalt, is natuurlijk buitengewoon klein. Precies. Dat is straks allemaal anders. Ja, dat is een heel apart. Ja, daar denk ik wel eens over na. Maar het gebeurt. Daarvan is? Ja, het gebeurt. Dat is natuurlijk ook met face of gezichtsherkenning. Dat kan ook. We kennen allemaal, weet je, die met Tom Cruise, die film, waarin hij met zijn handen zo staat te wapperen. Oh ja, ja. Die. Ja. Komen we zo op. En daar zie je op een gegeven moment ook dat hij boodschappen gaat doen. En dan loopt hij door zo'n gangetje en daar hangen allemaal camera's en die herkennen hem aan zijn grote iris-scan of zo. En dan krijgt hij dus advertenties die voor hem geschikt zijn en het systeem weet gelijk waar die is en zo. Ja, die kant gaat het voor een deel op. Die technologie is niet perfect, dus het is niet zo dat je het 100% zeker weet. En het is ook de vraag van, ga je alle gesprekken opnemen? Als jij thuis zit en je zit met je kinderen te praten, ga je dat opnemen? Nou ja, waarschijnlijk niet. Dus er zitten nog wel wat slagen tussen. Maar gesprekken die je opneemt en openzet, die kunnen doorzocht worden. En dat is natuurlijk dat echelon, dat grote onderzoeksding van zeg maar de Britse en Amerikaanse geheime diensten en zo. Je zegt heel hard bom en terror en dan word je wel eruit gehaald. Dat is een beetje gechargeerd, maar die kant gaat het wel op. Jij vertelde eerder, zeg maar, de woorden herkennen is één ding, maar wat er bedoeld wordt is een volgende stap. Je gaf in het voorgesprek
hieraan dat jullie ook bezig zijn om proberen te herkennen in programma's, in colleges, verschillende onderdelen van een lezing, van een gesprek. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat is iets weblectures. Je hebt allerlei nieuwe technologieën, maar je ziet een toenemende ontwikkeling op universiteiten dat de docent het echte, traditionele hoorcollege 1 keer, 2 keer doet. Dat wordt opgenomen, dat kan hij dan perfect voorbereiden. Dan kun je jezelf herhalen, foutjes eruit halen, et cetera. Dan heb je je hoorcollege. De andere hoorcolleges, of tenminste, dat wordt aan studenten beschikbaar gesteld. En dan wordt er gezegd, morgen hebben we college. Ik verwacht dat jij vanavond dit college al hebt bekeken. Dat je dus weet waar het ongeveer over gaat. Dan kom je in de collegezaal en dan ga je werkcollege doen. En dan heb je dus de kennis, de algemene kennis, het hoorcollege kennis, hoor je geacht te kunnen tot je te hebben genomen. Maar goed, dat is uitgezocht. Het is een project van SURF geweest in Nederland. Die hebben dat uitgezocht en het blijkt dat studenten die dat echt goed doen, die hoorcolleges, nog een keer bekijken, die scoren significant betere resultaten dan degene die dat niet doen. Nou, dat is het eerste. Maar in 2008, toen het onderzoek is gedaan, waren er nog maar weinig weblectures. De meeste, het was niet gebruikelijk, het was duur, camera, al dat soort dingen, dus het gebeurde niet zoveel. Nu is het een vertienvoudiging van het aantal colleges, dat zijn zoveel colleges, dan heeft een student 1000 uur voor zijn kiezen. Ja, dat gaat niemand meer doen, dat kan niet. Dus je ziet, diezelfde technologie, die wordt gebruikt om bijvoorbeeld opgenomen colleges doorzoekbaar te maken en in hoofdstukjes te verdelen. Dus ik heb hier de bierviltjes. Stel, je hebt een college en dat is gewoon, dat begint en dat is na 3 kwartier is dat klaar. En dit zijn de verschillende onderwerpen die besproken worden. Wat we nou proberen met die technologie, en dat is een combinatie, dus eigenlijk niet zozeer spraaktechnologie als weer taaltechnologie, begrijpen waar het over gaat, van kunnen wij deze topics, deze hoofdstukken, min of meer automatisch bepalen? Als dat kan, kan ik naar dit college gaan en zeggen, ik wil iets weten over de zanglijster in de Zuidzee. Nou, dat wordt 2 keer genoemd. En dan hoef ik alleen maar deze 2 fragmenten even te bekijken, want het hele tussenstuk gaat ergens anders over. Dat scheelt. Maar dan, de grote stap die gemaakt wordt, dit doe je van 1 college en van 2 colleges, maar doe je van alle 1000 colleges. En dan krijg je op een gegeven moment, je zegt, ik wil iets weten over die zanglijster in Zuid-Europa. Je gaat al die verschillende onderwerpen bij elkaar halen en dan heb je dus een stapel. Precies, dat met 500 topnames, toch? Nou, het zou wel. Ik zat net al te denken. Kijk, er komt een dag dat ons archief eindelijk ontsloten wordt. Want dat is nu niet het geval. Ja. Maar de verzameling hebben we niet gevonden. Dat is dus wat je gaat doen. Hetzelfde als je dus je gaat op een boek lezen. Je gaat niet een boek over biologie van de eerste tot de laatste bladzijde lezen. Je gaat zeggen, dat hoofdstuk vind ik belangrijk, dat hoofdstuk vind ik belangrijk, dat ga je doen. En dat proberen we semi-automatisch uit die audiovisuele informatie te halen. Hey, pak even een vraag van Twitter. Ja, is goed. Ja? Marco Derksen volgt het gesprek met interesse. En die vraagt eigenlijk, heb je de F8 nog gezien vanavond? Google en de roadmap van Facebook. En de roadmap van Facebook op het gebied van AI meegekregen. En hij is benieuwd wat jij vindt van de slimme bots in Messenger. Nou ja. Daar valt weinig over te vinden. Dat gebeurt. En ze zullen steeds beter worden. En je had een Thai of zo, die van Microsoft, die op een gegeven moment allerlei racistische dingen of nationaal-socialistische dingen. Ja. Maar dat is natuurlijk het punt. Natuurlijk kun je, want er zit nog geen geweten. Er zit nog niet iets in die bots dat zegt van, jongens, sorry, dit doen we even niet. Dus als je daar heel veel input in gaat doen, dan gaat hij daarvan leren. Ja, dan gaat hij ook de verkeerde dingen leren. En dat is in mijn studie Italiaans gingen we altijd Italianen een beetje Nederlands laten leren. En wat krijg je dan? De bekende scheldwoorden, godverdomme neuken en dat soort dingen. Dat gingen ze allemaal stralend vertellen, omdat ze niet wisten wat het was. Nou, zo moet je zo'n bot ongeveer zien. Die weet niet wat hij leert. Maar op een gegeven moment kan hij het goed. Maar het is toch een beetje fout. Ja. Dus wat Microsoft nu ook probeert, is een stap terug te gaan. Zeggen, we gaan daar toch een filter overheen leggen van even pas op de plaats nemen. Maar natuurlijk gaat het die kant op. Ja. He, die bots, dat is gewoon die taal- en spraaktechnologie. Je kan er straks tegen praten, je kunt er aan mee schrijven. En die gaan een deel van het verkeer gaan ze overnemen. We kunnen dit gesprek niet afronden zonder even iets gezien te hebben. Want we hebben nog wat klaarstaan van je. Ja. Dan moet je wel eventjes, denk ik, introduceren waar mensen even eigenlijk een beetje op moeten letten. Waar gaan we naar kijken en waarom is het interessant? Precies. Nou, er zijn 2 technieken. Eén die ik zelf erg leuk vind is de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk toch ons nationale parlement. Het is ontzettend leuk dat we dat mogen doen. Die schrijven al sinds 1816, geloof ik,
schrijven ze gewoon uit wat er gezegd wordt. Dus wil jij weten wat er op 2 mei 1837 in de Kamer gezegd werd, je gaat naar het archief toe en je kunt het vinden. Nou, sinds een jaar of 4 wordt het ook opgenomen en nu willen ze het ook ondertitelen. Maar je hebt ook nog de Griffie in de Kamer die dat keurig uitschrijft. En wat wij nu doen, en dat is echt ontzettend leuk om te doen, is we hebben de geschreven handelingen, zoals het dan heet, die door mensen gemaakt is. Groter als wordt groter dan. En Hully wordt, et cetera. En we hebben de audio. En wat we doen, is die twee op elkaar leggen, zodanig dat we automatisch dat ondertitels genereren. Ja. En dat is nog lastig, omdat mensen sneller spreken dan je eigenlijk kunt lezen. Dus je krijgt heel veel tekst die je in een korte tijd er doorheen moet. Maar goed, dat is een ander probleem. Ja. Nou, daar heb ik een voorbeeldje van. Dat is wat we ook doen voor het NIOT. En dat is oral history. Allemaal interviews met mensen die iets over de oorlog hadden. Of over de oorlog nog wisten te vertellen. Dat is helemaal met de hand uitgeschreven, net als in de Tweede Kamer. We hebben de video, we hebben de tekst en dat hebben we eronder gezet. En er is een heel leuk interview met Jan Terlouw, die op een gegeven moment ook voor de reis van de Razzia geïnterviewd is. En die vertelt daarin, nou, dan krijgen wij gewoon de tekst. En we krijgen dus gewoon echt een woorddocument met waar het uitgeschreven is door mensen, dat heeft hij gezegd. We krijgen de audio en we gaan aan de gang en dan krijg je keurig automatisch de ondertitels. En dan kun je dus meelezen met wat hij zegt. Ja. Nou, dat is heel erg leuk. Hey, je had ook nog eentje van de Universiteit van Nederland. Zit die, hier ook? Ja. We kunnen ze niet allemaal gaan laten zien. Laten we eens even maar dit is die kijken. Van... We kunnen even wat kijken. Precies, dit is Jan Terlouw. Kunt u vertellen hoe uw allereerste ervaringen van de oorlog eigenlijk zijn? Heeft u de Duitsers binnen zien komen of werd u er op een andere manier mee geconfronteerd? De Tweede Wereldoorlog van 19, voor zover die in Nederland was, van 1944... Kijk, de Tweede Wereldoorlog in Nederland was van 1945. Ja. Dat is van mijn 8e tot mijn 13e jaar. Dus eigenlijk mijn hele kinderjaren. Want onder de 8, dan ben je toch ongeveer nog een kleuter. En boven de 13e ben je een adolescent. Dus mijn herinnering aan mijn kinderjaren was oorlog. Maar hier heeft niemand een slag overheen gedaan om het te corrigeren. Dit is puur 100% geautomatiseerd. Nee, dit is door mensen geschreven. Eis van het ministerie van OCW, die heeft dat gefinancierd, getuigenverhalen. Oh ja, die heeft sorry, gezegd, je zei, moet het opnemen. Je hebt het alleen precies gelijk gezet. We hebben het helemaal op gelijk gezet. Ja. Ja. En dat, daar gaat een nachtfout, want die aarzelingen worden dus niet uitgeschreven. Ja. Toen liep ik, dan wordt er maar één keer gezegd, toen liep ik. Dus je ziet daar nog wel een discrepantie. Maar over het algemeen klopt het redelijk. En dat is wat er in de Kamer gebeurt en al dat soort zaken. Door mensen uitgewerkt, door ons op tijd gezet. Ja. Dus je kunt nu zoeken, spreker Jan Terlouw die zegt, bierflesje, geef mij al die fragmenten waarin hij bierflesje... Ja. Maar de Universiteit van Nederland, dat is wel een voorbeeld van... Maar dan komen we de volgende stap. De Universiteit van Nederland, dat zijn die 600 colleges van een kwartiertje die ze opnemen met goede hoogleraren die een goed verhaal hebben. Ja, misschien kunnen we eerst even kijken. Gaan we eerst even kijken. Ik vind het leuk om het eerst even te zien en dan de uitleg erbij te krijgen. Ja. Kunnen we terrorisme uitroeien? Dit is de Universiteit van Nederland. Waar ligt het nou uit waar we naar kijken? We kijken naar Beatrice de Graaf. En die spreekt heel mooi, heel rustig Nederlands. Het is ook wel een van onze beste herkenningen. Dit is echt spraakherkenning. Gaan we even kijken. Muslim Brotherhood, een ambassade binnen. Ze namen 52 diplomaten in gijzeling voor 44 dagen lang. President Carter noemde deze daders terroristen. En hij noemde de slachtoffers victims of terrorism and anarchy. De actie was een grote klap in het gezicht van Amerika. Die het misschien al eerder had kunnen aanvoelen dat dit zou gaan gebeuren. Amerika had deze actie aan zichzelf te wijten, zo zeiden deze Iraanse studenten. Want ze hadden de Shah, Mohammad Reza Pahlavi, gesteund. Ze hadden hem asiel verleend na de Islamitische Revolutie. En ze waren kapitalistisch en goddeloos. Nou, dit gaat nog een kwartier zo door. En je ziet hier wat goed gaat en wat fout gaat. Namelijk daar waar het echt Engels wordt. Victims of anarchy. En dat spreekt ze heel erg Amerikaans heel goed uit. Maar daar kunnen we in de Nederlandse spraak herkennen eigenlijk geen chocola van maken. Dus dan gaat hij iets proberen wat in de richting ligt. En dan krijg je rare woorden. Ja. Dus daar gaat het nog fout. Dus dat zou je moeten corrigeren. En 1972 zag je, meen ik, hè? Was het? Zij zegt 1972. Dus dan maakt de computer ervan 19,72. Ja. Op zich goed. Want zij zegt niet 1972. Ja. En dat is natuurlijk, dat moet je nog leren. Dat in deze context dit een jaartal is. Dat als je het over geschiedenis hebt, dat je misschien het jaartal... Precies. Aan de andere kant, daar heb je kleine scriptjes voor die dat gewoon in één keer weer goed schrijven. Maar dat is een ander verhaal. Dat is het achteraf verbeteren. Maar dit is dus echte spraakherkenning. Ja.
Ja, dat vind ik indrukwekkend hoor, want het is prima te volgen. Het is heel goed te volgen. En nogmaals, zij is een hele goede rustige spreekster. Hè, dus dus wel, het kan echt wel slechter. Maar deze kant gaat het op. Je zei tot slot, de afgelopen jaren zijn snel gegaan. Heel veel ontwikkelingen, onder meer dankzij deep learning. Zitten we nog steeds in die versnelling of hebben we nu weer een piekmoment gehad? Moeilijk te zeggen, maar ik gok dat we nog een jaar of vijf die versnelling zullen krijgen. Omdat die deep learning technologie, dat wordt steeds meer open source, steeds makkelijker toegankelijk voor iedereen die daar wat mee wil doen. En wat je dus hier zult krijgen, is dat je zegt, hey, we gaan al het werk van Beatrice gaan we gewoon downloaden. En dat staat allemaal op het internet. We leren de computer, zo spreekt Beatrice Ritsema. Of Ritsema, Beatrice de Graaf. Zo spreekt zij. En dan weet je dat die rare woorden die zij gebruikt, dat zijn haar woorden en dan zullen die beter herkend worden. En dan zul je zeggen, nu praat Mark Rutte en die spreekt op een andere manier. Frits Bolkestein spreekt weer op een andere manier, et cetera. En dat doen wij mensen ook. Ja, wij kunnen dat alleen heel snel. Van trainen. Dat is trainen. Corrigeren, zeggen, schat die mijn persoon dat woord is fout, dat is dat. En precies. Vanaf dat moment gaat het goed. Deze persoon zal meestal dat worden. Ik heb het nooit over mijn broer, want die is jong. Ik heb het altijd over mijn broertje. Ja. Dus in eerste instantie leerde de computer, maakte daar broer van. En na 3 keer corrigeren werd het toch broertje. Nou, dat soort processen worden geautomatiseerd. En daar zul je nog enorm veel winst zien. En in het begrijpen, wat wordt er bedoeld? Waar gaat het over? Wat zegt ze nou precies? Want als zij zegt, ik wil het niet over terrorisme hebben, maar nu over dat en dat. Zeg, hey, terrorisme. Nee, daar gaat het niet over, want zij ontkent. Dat is nog een stap die gemaakt kan worden en zal worden. Oké, super. Dankjewel. Razend interessant. Ja. Heel erg bedankt. Meer wetenschappers, Stekel, toch? Ja, ik ben er erg voor. Okay. Ja. En vrouwen, zei je, vrouwen en wetenschappers. Ja. Ik heb een goede voor jullie. Oké, nou heel goed, want dat is een belangrijke. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je nu live blij, want straks praten we met de schrijvers van het boek Share over de sharing economy. We danken natuurlijk, zoals altijd, Streamzilla uit Groningen, die ervoor zorgt dat je live kon meekijken. We danken Bier & Co. Ik ben benieuwd wat die computer daar van maakt, maar op een gegeven moment moet hij toch weten dat onze... Ik kan er meteen bij zeggen, dat moet de sponsor wel zijn van dit programma. Het WML zal die inmiddels ook wel kennen als de partij die ervoor zorgt dat onze site keurig, netjes en betrouwbaar gehost wordt. Dankjewel voor het kijken. Dag.